Sophia Revalidatie biedt sinds 1880 medische specialistische revalidatiezorg voor kinderen, jongeren en volwassenen. Het doel van de revalidatiezorg is de patiënt te helpen om zijn gewenste rol in de samenleving weer zo goed mogelijk te vervullen, ondanks eventuele participatieproblemen. Bij Sophia Revalidatie werken 650 medewerkers en 65 vrijwilligers. Met multidisciplinaire teams behandelen zij 5500 patiënten op jaarbasis. Sophia Revalidatie heeft zich gespecialiseerd op 5 gebieden. Dat is de kinderrevalidatie. Dat is niet aangeboren hersenletsel en CVA. Dat is multitrauma, oncologie en hartrevalidatie. En als vijfde de neuromusculaire aandoeningen, zoals bijvoorbeeld MS en ALS. Dus dat zijn de 5 speerpunten waar Sophia Revalidatie heel goed in is. Sophia Revalidatie heeft in het gebouw aan de Vrederustlaan in Den Haag 80 bedden waar patiënten kunnen revalideren. De patiënten die opgenomen zijn, blijven gemiddeld 68 dagen. Patiënten zoals Sita, Maureen, Edmiro en Nout. Ja, ik ben hier omdat ik ziek ben geweest. Ik heb kanker gehad, non-Hodgkin. En chemotherapie. Daardoor veel complicaties. Daar is mijn stem ook zo. En ik heb een nieuwe hub, daarom ben ik ook in Sophia. Hoe was het met je toets? Ik werk als een juf in het basisonderwijs en ik ging op 5 december in het wandrek. En dat kwam van de muur af en daar viel ik af op de vloer. En daarna ben ik, ik geloof, 9 dagen in coma geweest. En langzaam aan het opknappen. Dus daarom zit ik hier. Hallo. Jordi Snellers. Yes, Miro. Hallo. Mijn ongelukje is, ik had een vleesetende bacterie in mijn enkel. En dat was de keuze of met 1 been verder door het leven te gaan. Of ja, misschien nu niet meer hier zo zitten waar ik nu zit. En ik heb ook 3,5 jaar geleden ben ik erachter gekomen dat ik sclerodermie heb. Dus het is een spier- en zenuwenziekte en een bloedvatenziekte. En dan verkrampen je spieren. Dus zodoende kan ik mijn rechterhand niet meer gebruiken voor het grootste gedeelte. En ja, en de enige wat ik doe is genieten van het leven. Ja? Ik kan ook hier gaan staan, zodat je een beetje kan filmen. Kijk, zo. Hij wil gewoon heel graag, hij heeft ontzettende wilskracht. Dus vanaf dag 1 heb ik eigenlijk, we zijn 1 dag echt intens verdrietig geweest. En toen hebben we gelijk gezegd van, we kijken alleen maar vooruit. De teugel vasthouden. Nout is 1 van een tweeling en hij heeft hersenbeschadiging opgelopen voor zijn geboorte. Hierdoor is zijn motorische gedeelte in zijn hersens aangetast. De behandeling van kinderen en jongeren is 1 van de speerpunten van Sophia Revalidatie. Ga maar zoveel mogelijk schuim op mijn handen. Duwen met een hoofdje. Ja. Daarnaast is er een kenniscentrum waar nieuwe behandelmethodes worden ontwikkeld en ook worden toegepast. Ik zat wel tijd te kijken naar dat die goud is. Deze vrouwen zijn conditietraining bezig. Ja. En dat wordt door dit apparaat extra leuk gemaakt omdat ze nu door de Hofstad Den Haag kan fietsen. In het Smart Lab wordt Serious Gaming toegepast en wordt verder onderzoek gedaan naar de resultaten hiervan. In 2014 opende Prinses Margriet het nieuwe gebouw van Sophia Revalidatie aan de Vrederustlaan in Den Haag. Sophia Revalidatie is gevestigd op 8 locaties. In Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Sophia Revalidatie werkt intensief samen met een groot aantal instellingen,
voor de gezondheidszorg in de regio.